Vandaag ga ik echt grootmoeders keuken maken. Roastbeef met shallotten. We hebben hier natuurlijk een schoon stukje roastbeef voor nodig. Een zakje shallotten. Een kruidentuiltje. Een beetje look. En wat olijfolie. En ik ga beginnen met wat olijfolie in een grote kom te doen. Want daar gaan we eerst onze roastbeef mooi in bruin braden. Goed kruiden met peper en zout, dat is echt heel belangrijk. Want de korst van de roastbeef die moet lekker gekruid zijn. Als de olie goed heet is, gaan we een stukje vlees bakken aan alle kanten. En nu het minder leuke werk. De shallotten pellen natuurlijk. En dan in fijne stukjes snijden. Een heel bakje shallotten ga ik gebruiken. Het vlees mooi bruin bakken. Zorgen dat het goed gekorst is. En daar gaan we nadien al onze shallotten aan toevoegen. Ik snijd ze gewoon in fijne plakjes. Maar je kan die ook gewoon in 2, in 3 of in 4 snijden. Maakt eigenlijk niet zoveel uit, zolang ze maar goed gegaard zijn. 2 teentjes look fijn snipperen. En als het vlees mooi gekorst is, gaan we het eventjes op een bord aan de kant zetten. Dezelfde pan gaan we natuurlijk gebruiken voor onze shallotten in aan te stoven. Al de braadsappen gaan mooi loskomen van het vlees en krijg je zo'n hele lekkere vleesmaak aan je shallotten. Een kruidentuiltje voeg ik eraan toe. Dat is een beetje tijm en laurier samengebonden. En dan gaan we de braadsappen laten loskoken in een beetje water. Het vlees gaan we op de shallotten schikken. De jus niet vergeten. En dan gaan we dat gewoon onder een deksel op een zacht vuurtje laten pruttelen. Ongeveer 20 minuutjes. Voilà, dat is perfect, hè. Het vlees moet eigenlijk nog mooi rosé zijn of saignant liefst binnenin. Maar van buiten moet dat heel lekker kruidig gekorst zijn. Om het vlees mooi te laten doorbloeden, ga ik er een beetje aluminiumfolie over doen. En laat ik dat aan de kant ongeveer 10 minuutjes rusten. Onze shallotjes die zijn heerlijk gaar gestoofd. En dan zijn we eigenlijk klaar. De shallotten mogen mooi op een schaal geschikt worden. En shallotten die lang gestoofd zijn, die zijn lekker zoet geworden. En dat is echt supergoed aan dit gerechtje. De roastbeef in fijne plakjes snijden. En hij is nog mooi rosé binnenin, zo hoort dat. De plakjes gaan we gewoon op de shallotten schikken. En dan zijn we klaar, hè. Klein beetje sap erover of jus, vleesjus. Om dat helemaal af te maken, zou je daar nog kroketjes bij kunnen serveren en een groentekrans. En dan heb je echt klassieker van formaat. Roastbeef met shallotten. Het receptje kan je altijd nalezen op onze site, delijze.be. Smakelijk! Goedkopen, goed eten.